Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Ik heb Jordi en Liam aan de school gebracht. Jordi voelde zich gisteren niet helemaal lekker. Dat heb ik ook doorgegeven op school. Maar vanochtend leek er gewoon weg niks aan de hand. Dus vandaar dat we de keuze hebben gemaakt om hem toch naar school te doen. Als het niet gaat, dan moeten ze me maar bellen. Ik heb al boodschapjes gedaan. Ik heb al fruit gehaald. Ik heb al eten voor vanavond gehaald. Ik heb al van alles geregeld. En ja, dat is het wel zo'n beetje. Nu ga ik, ik heb ook al was aangezet. Ik heb van alles al gedaan. Dus moet ook gebeuren. We zijn thuis. We hebben Jordi opgehaald. Jordi is nog steeds niet in zijn knollentuin. Die is gewoon echt niet lekker. Daar hebben we er eentje in slaap. Dat is prima. Die wou niet slapen. Die is net in de auto in slaap gevallen. En die heb ik uit de auto gehaald en die slaapt nu lekker verder. Ik heb net ook even de kinderarts gebeld. Want ik wil gewoon dat Jordi een onderhoudskuur krijgt. Wacht even hoor. Heb jij gescheten? Eerst ga ik dat even doen. Dat is al besproken. Wat ik net vertelde met de kinderarts. Dus ik heb net de kinderarts opgebeld. En donderdag heb ik een belafspraak met haar om dit eventjes gauw te checken. En dat er in ieder geval een onderhoudskuurtje wordt voorgeschreven. Want dit werkt zo niet. Hij is de hele dag niet in zijn knollentuin geweest. En let wel, het is niet zo dat ik Jordi wegbreng om er vanaf te zijn. Maar hun gaan dagelijks om met zieke kinderen. En er is een speciale zorg in de klas. En et cetera. Dus zieke kinderen zijn hun wel gewend. Jordi doet in principe gewoon mee. Hij is gewoon alleen niet zo in zijn hummetje. En dat is het nadeel. Dus ja, elk voordeel heeft zijn nadeel en elk nadeel heeft zijn voordeel. Maar in dit geval, die buisjes die... Ja, ik weet het niet. Ik weet het gewoon echt niet. Dus ik heb gewoon de kinderarts gebeld. Dit is al een keer met Kano besproken dat ik dat zou doen. Maar de kinderarts wou nog even wachten tot na de buisjes. Nou ja, het blijft aan de gang. Dus ja, ik kan niet meer als dit. En ja, ik ben nu ook verkouden. Iedereen hier in mijn huishouden is verkouden. Daar werkt een antibiotica kuur natuurlijk niet voor. Maar het werkt wel om net dat extra zetje te geven. Dat er net geen oorontsteking komt. En dat er net geen extreme ontstekingen zijn, et cetera. Dus vandaar dat. Dan voelt hij zich iets beter als een knollentandje bij. Dus dan moeten we dat maar even regelen. Een hele goede morgen. Ik ben wakker geworden met een ontstoken oog. Jee. Dat kan gebeuren. Het is gewoon zo. Niels heeft ontstoken ogen gehad. Alle kinderen hebben het gehad. En nou ben ik een keer aan de beurt. Mijn weerstand is denk ik... Zo. Dus ja. Ik heb schrale lippen van u tegengezegd. Ik heb een keelpijn. Nou ja, kan. Het is zoals het is. Maar we moeten door. Wij zijn mama. En mama's hebben geen tijd om ziek te zijn. Dus dat. Een vriendin van mij heeft een recept pulled chicken. Dat trouwens terug van de winkel en van de kinderen wegbrengen, et cetera. Een vriendin van mij die had een recept pulled chicken. Ben ik nu aan het maken. Ik heb er alleen wel champignons bij gedaan. Nou ja, ben gewoon benieuwd hoe dat dan zal smaken. Dus ja, dat. Nu ga ik heel even relaxen. Ik heb pijn aan mijn oog. Het boemt, jongen. Het boemt gewoon. Maar ja, daar gaat het van eigenlijk wel over. Ik zal overgaan voordat ik een manneke ben. Dus, tja, komt goed. Baby, you're
Inmiddels heb ik Liam opgehaald. Hij had geen goede dag vandaag op school, zeiden ze. Ja, dat kan. Dat mag. Dat is prima. Ik ben ondertussen voor mezelf even een tosti met kaas. En eentje met komijnenkaas aan het maken. Want ik had tosti voor onderweg voor de kinderen gemaakt. Maar Liam die had zo'n boze bui. Dus die wou niet meer. Oh, mijn oog. Maar goed. Ik heb dus dit voor hem gemaakt. Met een kaasje, een komkommetje, een augurkje en een worstje. En een babybel. Dus dan kan hij dat lekker snacken. Dan heeft hij in ieder geval iets wat hij lekker vindt. En ja, kan hij lekker snaaien. En ik ga lekker eten ondertussen. Mijn pulled chicken is klaar. Dan gaan we eens even proeven. Dit is op een recept van een vriendin van mij. En ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of dat hij hetzelfde smaakt zoals zij hem maakt. Ik ben echt benieuwd. Oh ja. 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 Oeh ja. Ja. Oh, die is zo lekker, hè. Daar gaat Niels dadelijk van smullen. Hoehoe. Die wordt daar helemaal vrolijk van. Ik ook trouwens. Maar dat terzijde. Ik heb de kindjes in de douche gedaan. Nou, ik moet eigenlijk het verhaal helemaal voor de volle 100% vertellen. Niels kwam thuis. Hij zegt tegen mij, Mandy, ik voel me echt niet lekker. Nou, oké, dat kan. Koorts opgemeten. Nou, dan zat hij op 39,4 hoor. Toppie. Jordi is ook al een paar dagen niet zo lekker. Maar ja, school kan hem ook gewoon de zorg bieden, et cetera. Die hij thuis zou krijgen. Dus ja, ik geef genoeg mee. Dus in principe is dat ook gewoon mogelijk. Nou is het zo dat de kinderen moesten vandaag gewoon weg in bad. Want dat moest. En ik wilde even hun huidjes goed behandelen met speciaal spul voor de huid. Omdat ik in principe 3 eczeemkindjes, kans op eczeemhuidjes heb, zeg maar. Zo moet je het zien. Ik zelf ben echt wel een eczeemmens. Ik heb eczeem op de raarste plekken, zoals bovenop mijn kruin hier en hier zo. En ik heb het op mijn rug zitten en op mijn handen. En dus ik, ja, ik weet hoe het is om eczeem te hebben. Ik ben er vanaf jongs af aan mee opgegroeid. Maar die moesten dus eventjes goed behandeld worden, ook in het gezicht bij Jordi, omdat hij dus snot is en hij heeft al een eczeemhuid. Ja, moet je dan gewoon even goed behandelen. Dus ik had al tegen Niels gezegd dat ik dat wou doen. Dus na het eten, want ik heb gewacht op Niels met eten, want Jordi die is nog steeds niet lekker. Ja, ik zeg tegen Niels, ik zeg ja, ik moet wel even echt de kindjes in bad doen. Dus ik ben de kindjes in bad gaan doen. En heb ze helemaal behandeld met hun huidjes. En toen zijn de kindjes naar bed toe gegaan. Liam is nu nog steeds wakker. Ik heb hier de boel helemaal opgeruimd nu. En Jordi, die hebben we nog moeten helpen, want die heeft zware buikpijnklachten. Maar ja, als hij ziek is, dan heeft hij altijd buikpijn. Dus dat is niet raar. Maar het kind kan nu ook niet slapen van de buikpijn. Dus ik zeg ook tegen Niels, ik denk dat we morgen gewoon thuis gaan laten. Morgen is Niels ook gewoon thuis. Dus dan kunnen ze samen ziek zijn. Veel plezier. Dat. Dus ja, dat is een beetje wat de situatie nu is. Niels die ligt bij Jordi in bed. Want ja, die twee die ga maar lekker samen ziek zijn en mij niet bellen. Dat. Voel ik mijn eigen 100%? Nee, ook niet. Maar ik ben niet ziek. Dus ja. Mijn oog is ook nog steeds ontstoken. Ja, nou ja. Het zijn zo. Ik ben wel gewend om het gevoel te hebben van zand in mijn ogen. Want dat heb je bij een trage schildklier toch wel meer. Dus het is niet zo dat ik denk bij mijn eigen van ik ga dood van de last of zo. Nee, dat niet. Maar ja, ik zal wel blij zijn als het griepseizoen voorbij is. Dat is één ding dat zeker is, want hier word ik niet goed van.
Dat ik snotneuzen heb bij de kinderen en zo, dat maakt me allemaal niet uit. Maar dit is wel echt gortig. En ik heb ook gezegd tegen Niels van, ik wil sowieso morgen heel eventjes Jordi naar de huisarts hebben. Om zijn longen te laten luisteren en even in zijn oren te laten kijken, et cetera. Dus dat ga ik sowieso even laten doen. Donderdag heb ik sowieso een afspraak met de kinderarts telefonisch om te bespreken dat ik een onderhoudskuur wil voor Jordi. Want hij komt er gewoon niet doorheen of overheen. Werkt gewoon niet. En ook dit kind is een keer moe van het ziek zijn. Dus ja, dat. Ik doe mijn best, meer kan ik niet doen. Ja. Ik heb nu dus alles opgeruimd. Ik ga gewoon lekker naar bankzaken doen. En twee andere kinderen in de gaten houden. En af en toe een keer bij Niels kijken. Dus in de volgende swipe is dat weer woensdag. Dag. Een hele goede morgen. We hebben een zieke. We hebben nog een zieke. Ik ga straks met Jordi naar de huisarts. Zijn oren even laten controleren en zijn longen even laten luisteren en even babbelen met de huisarts. Want het staat me niet aan hoe dat het nu loopt met zijn oren. En Liam is gewoon thuis omdat het woensdag is en die altijd op woensdag thuis is. En Sam die is naar... Ja, naar de opvang. Ja, dus die moet ik om 11:30 weer halen. Dus lekker druk. Ik ben al naar de winkel geweest. Ik heb al boodschapjes gedaan. En vanmiddag ga ik mijn haar laten knippen. Yay! Dus ook dat gaat nog gebeuren. Maar goed, eerst maar eens eventjes de ochtend overleven. Ik ga naar de kapper. Jullie weten hoe mijn haar eruit zag, dus ik hoef geen voor te filmen. Jullie krijgen alleen een na. Niels die ligt op de bank met alle kinderen. Dus ja, dat. Ik ben inmiddels weer terug. Er is een stukje af. En ik heb gewoon krullen van mezelf. Ze heeft echt niet veel gedaan wat dat betreft met mijn haar. Maar ze heeft er sea salt op gespreid. Ik heb hem ook gekocht. Ik heb me laten influenzen. Nee, is een grapje. Ze heeft hem getest op mijn hoofdhuid. Om te kijken of dat ik het tegen kon. Maar ze zegt, je hebt gewoon krullen. Zegt ze, je hebt gewoon echt krullen. Hoe langer jouw haar wordt, hoe meer krullen je kan kweken. Dus ja, dat. Niels, hoe is het met jou? Ja. Pijn of last? Ik heb keelpijn. Je hebt keelpijn, oké. Dus dat. Dus ik ben weer geknipt. Ik ben weer... Ik ben er blij mee. Dus ik kan weer lekker groeien. Ik heb altijd een ritueel als ik naar de kapper ben geweest. Of ja, voordat ik naar de kapper ga, doe ik dat ook al. Ik doe altijd dan eerst even gaan douchen. En dan zorg ik ervoor dat mijn haren schoon zijn, et cetera. Dan ga ik naar de kapper. Kom ik thuis van de kapper, doe ik alweer douchen. En dan denk je, dat is zonde, want dit en dat en zo. Nee, is niet zonde, want ik ga echt continu met kriebels zitten en dat werkt niet. Maar ik ben nou een beetje zo aan het doen. En ik heb er die sea salt spray gewoon ingespreid. Maar het werkt wel voor mijn haar, moet ik zeggen. Ik hoef er vrij weinig aan te doen in ieder geval. Het is wel... Hoppakee. Ik moet wel zeggen... Je hebt natuurlijk ook zo'n curly girl methode of zoiets. Of weet ik veel. Is niks voor mij. Duurt te lang. Heb ik geen tijd voor. Maar... gewoon simpel dit doen. Ja, en ik heb ook al op de föhn heb ik ook al zo'n ding zitten hoor. Maar ik vind dit eigenlijk ook al wel heel leuk. Maar dit is echt... Dus vroeger had ik al wat slag, maar het was over het algemeen gewoon plat en recht. En kon er niet zoveel mee. En nu dat ik het helemaal kort heb gehad, na de zwangerschappen en alles. Nou... Jezus. Maar ik moet zeggen, ze heeft het ook echt goed geknipt hoor. Dus ze heeft het echt zo geknipt dat het gewoon allemaal valt zoals het valt. Dus ook al zou ik hier niks aan doen, dat is ook helemaal prima. Ik heb het wel in mijn haren gespreid, want dan kan ik kijken hoe ik het morgen op mijn hoofdhuid vind voelen.
dat dat werkt of niet. Maar voor de rest, het voelt gewoon prima. Dus top. Oh, maar trouwens, dat was dus mijn ritueel. Dan douche ik daarna en dan doe ik mijn haren. En dan gaan mijn BH's in de was. Dat is een ritueel. Ja, want ik heb altijd gewoon heel veel jeuk. Met haartjes en dat soort dingen. Dus ja, dadelijk mijn BH's in de wasmachine doen en dan hebben we schoon. En voor nu, lekker pyjama life. Want ja, hè. Krijg je ervan als je een ziek huishouden hebt. Alles is opgeruimd, kindjes in bed. Papa onder een dekentje. Oh, papa is zielig. Oh. Is je papa zo zielig? Heb je nog steeds koorts? Dan wil je niet wat je meet. Zal ik dat eens even meten? Dan kun je trouwens beter zelf meten. Het gaat niet in de poep, dat doen we niet aan. Ja, we zijn modern. Tada! En ik moet van die dingetjes kopen, maar nog geen tijd voor gehad. Ja, we werken het alleen zelf. Dan moet zo'n ding op. Hij heeft, ja, je ziet het spiegelbeeld natuurlijk, maar hij heeft 38,3. Dus garen met menneke. Ja, hij meet altijd het beste aan de rechtse kant. Ik aan de linkerkant, maar voor hem altijd aan de rechtse kant. Dus ja, morgen blijft papa nog steeds thuis. Dus we are going to see how it's going to go. Yes, yes. En nou is het tijd voor bankzaak en ik ga gewoon een beetje hobbyen. Hey, goedemorgen. Jordi zit aan de antibiotica. Niels is net naar de dokter geweest. En die heeft ook antibiotica. Yay! De grootste grap komt nog. Ik moet vanmiddag naar de huisarts. Ik heb ook keelpijn. Ik heb nog niet de klachten die Niels heeft. Maar goed is het niet. En ik heb hierachter heb ik een bult zitten. Daar moet ik even naar laten kijken, want dat vertrouw ik niet. Maar ja, Niels heeft dus ook antibiotica. Dus de antibiotica familie. Yay! Echt. Maar goed. Ja, Niels heeft dus keelontsteking. Top. Doen we allemaal even. Inmiddels ben ik naar de dokter geweest. Jordi is daar. Liam slaapt. Sam slaapt boven en papa doet ook dutjes. Ik heb gewoon een flinke virale infectie waarbij mijn lichaam gewoon heel erg hard aan het werk is. Er kan nog wel wit beslag op mijn keel komen, maar het zit er nu niet. Dus hey, blij. Niet dat ik antibiotica wil of zo, want ik heb liever niet als wel. Maar goed, hè? Het is zoals het is. Ik heb hier knopen in mijn nek zitten van de lymfeklieren aan allebei de kanten. Mijn lichaam is gewoon heel erg hard aan het werken om deze infectie, of virus, of hoe je het ook wil noemen, want ze zei virale infectie, zeg maar, erboven te komen. Mijn keel is echt enorm rood. Mijn oren zijn van de binnenkant rood, maar niet ontstoken gelukkig. Dus ze zei ook, ze zegt van... ja, je moet eigenlijk rustig aan gaan doen, zegt ze. Je moet echt eventjes aan jezelf denken. Dat lukt ook echt, hè? Jazeker. Dus, ja. Het is zoals het is. Ik heb weer ontsteking hier zitten. Maar ze zei ook, ze zegt van, dat is gewoon echt een samenwerking met alles. Jouw lichaam is echt gewoon zo hard bezig. Ze zegt, ik kan er een spuit in zetten als je dat wil, zegt ze. Maar... ik weet dat je dat eigenlijk niet wil. Ze zegt... Ze zegt, ga gewoon eens even rustig aan doen. Ja, nee. Ik doe mijn best. Meer kan ik niet doen. Dus ja. Ondertussen heb ik natuurlijk Jordi die zijn antibiotica en alles moet. Niels die zijn antibiotica en alles moet. En ik hoop dat ze morgen toch echt wel een stuk beter voelen. En dat...
dat antibiotica zijn werk aan het doen is. Tenminste, Jordi voelt zich al wel beter. Hij eet iets beter, et cetera. Dus daar heb ik dit voor, de hoop. Ik heb inmiddels ook de kinderarts gesproken. En de kinderarts die was het met me eens dat hij toch wel een onderhoudskuur nodig heeft. Dus na de 7 dagen dat hij deze antibiotica kuur heeft gehad, gaat hij weer op een onderhoudskuur. En gaan we kijken hoe dat het gaat werken. Hij moet in maart weer naar de Downpoly. Dus dan wordt ook besproken hoe dat het werkt, et cetera. Want dan zijn we inmiddels een maand bezig. Dus ja, top. En de hond is steeds aan het vervelen, want die wil alleen maar voor iedereen zorgen. Yay! Dus ja, ik ga daar gewoon op mijn gemakje dingen doen hier. En heel even wat eten, want ik heb trek. Ik heb even eten gemaakt. En ja, we hebben allemaal een filmpje, zeg maar. Waarom heb ik dat gedaan? Liam is super chagrijnig. Jordi wil anders gewoonweg niet eten. En hij moet wat eten in verband met zijn antibioticum. En we kunnen natuurlijk Sam niet buitensluiten. Dus hij krijgt ook een videootje. Nou, dus dat. Wat heb ik gemaakt? Macaroni, eitje en wat groentes. Nou, prima. Daar. En toen was ik met mijn zieke hoofd vergeten om de vlog af te sluiten. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.